Onlangs werd inderdaad na 1 jaar subsidieregister de volledige subsidiebedragen bekendgemaakt voor vorig jaar 2022. Vorig jaar is er maar liefst 17.751.000.000 euro naar subsidies als subsidie uitgereikt aan maar liefst 29.052 ontvangers. Dat is een derde van de begroting. En een heel aantal van die subsidies die zijn ook wel terecht. Zo is er bijvoorbeeld de 3.943.000.000 die naar lokale financiering gaat. Dat is belangrijk. Ook ouderenzorg, die met stip op 2 staan, hebben 1.796.000.000 euro gekregen. En zo zijn er een heel wat in die 17 miljard terechte uitgaven. Maar er is echter ondanks het bestaan van het subsidieregister nog geen volledig zicht op de totale transferten die er gebeuren vanuit die Vlaamse begroting. En volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zou er zelfs 5 tot 10 miljard ontbreken, omdat bijvoorbeeld de subsidies die gegeven worden aan natuurlijke personen niet opgenomen zijn in het subsidieregister. En dan hebben we nog naast subsidies natuurlijk nog gelijkaardige stromen van uitgaven, zoals bijvoorbeeld de dotaties of de toelagen. En die zijn ook evenmin opgenomen in dat subsidieregister. Dus nu is mijn vraag, meneer de minister, heeft u initiatieven in de pijplijn om dat subsidieregister nog te verfijnen en uit te breiden, zodat we een heel beter en vollediger beeld zouden krijgen over wat juist die uitgaven zijn die doorgeschoven worden via subsidies, maar ook andere uitgaven die gelijkaardig zijn aan subsidies uit die Vlaamse begroting. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En, meneer de minister heeft inderdaad de uitleg gegeven dat er data zijn die nu in dat subsidieregister geregistreerd staan en dat dat ook de bedoeling is van het subsidieregister. En dat wij als politici moeten zorgen waar die subsidies naartoe gaan en wij daarover beslissen. Wij hebben daar als Vlaams Belang een zeer duidelijke visie over. Wij vinden dat elke subsidie er een moet zijn voor het efficiënt uitvoeren van een kerntaak van de Vlaamse overheid. En het mag niet gebruikt worden om als overheid wilde weldoener te spelen met Vlaams belastinggeld voor onder andere politieke vriendjes. Want dat is ook wat wij in dat subsidieregister nog altijd terugvinden. Ook onzinuitgaven, uitgaven die helemaal geen doelstelling realiseren, die moeten er dringend uitgefilterd worden. En er zit nog veel te veel zelfbediening ook in het betalen van allerlei uitgaven, subsidies aan VZW's, organisaties en verenigingen uit de eigen politieke zuil. De politieke zuilen van de meerderheidspartijen worden zeer goed bediend via die subsidies. Ik zeg maar iets, ziekenfondsen, zorgkassen enzovoort. Ze worden zelfs rechtgehouden en gesponsord ook vanuit die subsidies. En ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn. Wij moeten als belastingbetaler, denk ik, heel dringend een beeld krijgen op de totale subsidies die uitgedeeld worden, de totale uitgaven, dus niet de enge subsidie vanuit de Vlaamse Codex. Wij moeten echt wel krijgen een overzicht van alle uitgaven aan alle derden. 1 jaar subsidieregister. Het register is er weliswaar onvolledig. Het mag vervolledigd worden. Maar het is ook aan u, denk ik, meneer de minister, om nu daadkrachtig op te treden, ook al op basis van het onvolledige register, daadkrachtig op te treden tegen de Vlaamse subsidieziekte. Die moet echt wel geremedieerd worden. En wij als oppositiepartij Vlaams Belang zijn in ieder geval van mening, moesten wij de beoordeling alleen kunnen doen, dat gewoon elke euro Vlaams belastinggeld naar alle Vlamingen moet gaan en op basis van het subsidieregister ook moet voorzien worden dat er geen euro's meer gaan naar politieke vriendjes die subsidieverslaafd zijn.